Waarom ben je vandaag naar hier gekomen? Wel, ik vind het belangrijk als daklozen om een inspraak te hebben in de eventuele nieuwe maatregelen die er zouden komen. Ik denk dat door hier te komen dat ik een beetje impact heb en dat ik misschien een beetje kan tegemoetkomen aan die frustratie die ik heb. Een beetje een nieuwere bewustwording, een nieuwe beweging, een nieuwe manier om misschien politiek te doen. Van zodra dat je het kiesvolk als kiesvee behandelt, zullen ze zich zo gedragen. Van zodra dat je eigenlijk rond de tafel zit als volwassenen die met elkaar spreken, gaan ze zich ook zo gedragen. Omdat we natuurlijk allemaal verschrikkelijke frustraties hebben op dit moment wat de politiek betreft. Dat mensen die eigenlijk nooit gehoord worden, veel weten en veel doen voor de maatschappij. En dat is goud waard hoor. Meer dan degene die denkt, wij zijn het. Er moet iets veranderen, de basis moet spreken. Heel het land moet spreken. Dat is mijn indruk.